Maar hoe ga je ze nu kiezen? Want er zijn nu juist veel partijen die in de peilingen redelijk gelijk zijn. Hoe ga je daar de vier uithalen? Je hebt twee hoogzitters natuurlijk, VVD en PVV. Die staan het hoogst in de peiling. Maar daaronder zit een soort middenmoot met allemaal tussen de 14 à 16 zetels. Ligt er natuurlijk ook aan welke peiler je pakt. Maar... Ja, daarom hebben wij het uiteindelijk gekozen als criterium de peilingwijzer. Dat is de optelsom van alle peilingen. Die filtert de huiseffecten eruit, zoals dat wordt gezegd. Dus dan probeer je te objectiveren. We hebben gekozen voor ons eerste debat, niet voor twee, hadden we ook kunnen doen. VVD en PVV had iedereen geaccepteerd, maar wij vonden dat democratisch gezien niet heel erg logisch. Gegeven de bijzondere situatie waar we in zaten, waarbij zowel VVD als PVV maar één belang hadden, namelijk dat debat. En doen alsof de rest het niet doet. Wij hebben daarom gezegd in november al, we gaan voor vier, de vier grootste. Dat past in onze traditie waarbij we wel altijd aan het begin van de campagne met grote partijen debatteren. En iets later, een week later, doen we het met acht. En wij vonden die peilingwijzer een prima instrument. Nu zitten we met het probleem dat het heel dicht bij elkaar ligt. Maar uiteindelijk hebben we heel precies gekeken. En gekeken ook naar het statistisch verschil. En hebben gezegd, kijk, als het verschil tussen nummer 4 en 5 statistisch niet significant is, dan willen wij de vijfde erbij trekken. Okay. Dat heeft ertoe geleid dat VVD en PVV hebben gezegd, nou, dan kan het zijn dat wij niet komen. En daarvan hebben wij gezegd, nou, dat zijn er maar zo. Dus dan zien we dan wel als het zover is. Wij vinden het heel fair, want wij willen niet door een besluit van ons het democratisch proces zo op zijn kop zetten dat we geen recht doen aan de electorale verschuivingen die plaatsvinden. Ja. Dus het kan zijn dat bij de aankomende debatten bij RTL Nieuws de PVV en de VVD niet aanwezig zijn? Nou, dat dreigement is geuit, althans het is gezegd, rond het eerste debat. Want ze hebben gezegd, wij willen vier en jullie hebben gezegd vier. Dus het zal vier blijven. Dus we gaan zien hoe het afloopt. Duidelijk. Nou, we zijn benieuwd.